Ben je nou helemaal van de ratten besnuffeld? Marleen van Andel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg ik niet voor niks natuurlijk, hè? Want je hebt twee asieldieren in de aanbieding. En dat zijn... Husky en Woedot. Oh ja, die zijn ook namen. Dat ik denk, hoe kom je daar nou toch in? Ja. Husky, daar kan ik me nog iets in vinden. Maar Woedot, wat is dat? Ja, Woedot. Ja, ik heb geen idee. De eigenaren kwamen daarmee. Maar ik vind het wel... Weer is een goede originele naam. Ja, dat absoluut, ja. En over welke beesten hebben het? Ja, ik zei het al een beetje. Nou, ik heb ze hier ook toevallig bij me. Nou, dat is dat ook zijn echt twee echt tamme ratten. Oh ja. En ze zijn gewoon heel lief, heel leuk. Ja, er klinkt er nu eentje mijn rug over. Maar ik denk, wat moet je daar nou mee met twee ratten in huis? Ja. Ja, de een heeft hamsters, de andere kavia. Ze zijn heel erg leuk. Het is inderdaad, ze worden niet heel oud, maar ze zijn gewoon heel leuk om te houden. Het zijn hele gezelschapdieren, echt aandachtsdieren. Mensen vinden soms de staart een beetje eng. Ja. Maar eigenlijk zijn het gewoon hele sociale dieren, ook naar mensen gewoon heel erg. Ja, ratten worden vaak natuurlijk geassocieerd met vies, hè, ziekteoverbrengers. Ja, klopt. Alleen dat zijn inderdaad echt de wilde ratten. De tamme ratten zijn gewoon netjes, gewoon gezond. En niet gevaarlijk voor mensen. Mm-hmm. En je zei, ze worden niet zo heel erg oud. Hoe oud worden ze dan en hoe oud zijn deze twee? Meestal worden de ratten 2,5 jaar. Soms worden ze 3,5, maar dat is echt wel heel oud. Deze zijn nog niet zo heel oud. Deze zijn van april dit jaar. Dus eigenlijk gewoon nog heel erg jong. We kunnen nog prima 2 jaar mee. En waarom zijn ze weggedaan? Ze zijn weggedaan omdat ze er heel snel achter kwamen dat ze er eigenlijk geen tijd voor hadden. Dat ze daardoor alleen nog maar in het hokje zaten. Ze zoeken nu echt iemand die wel de tijd voor ze heeft. Ja, dat is vaak zo. Dat mensen zich later pas of achteraf pas realiseren van ik heb eigenlijk geen tijd voor die dieren. Dat merk je dan pas als je ze thuis hebt. En dan is dat te laat. En is dat dan moeilijk om voor twee tamratten een nieuw huisje te vinden? Marleen, heb je die ervaring? Of zeg je van het gebeurt niet zo vaak dat we tamratjes krijgen? We krijgen ze niet zo heel erg vaak. Maar als we ze krijgen, is het altijd een beetje hopen dat er net een liefhebber langskomt. Of dat er net een liefhebber toevallig van de ratten af weet. Dus vandaar ook deze omroep. Van goh, is er een goede rattenliefhebber die er gewoon een gouden mandje, een gouden huisje aan wil geven. Ja, en die laat je dan gewoon door je huis lopen of zo? Wat is de bedoeling? Nee, je kan ze in een hok doen. Sommige mensen hebben ze wel loslopen in huis. Maar ja, het is altijd een beetje spannend met bedradingen en zo. Het zijn wel echt knaagdieren. Daarom, ja. Maar in dat een mooi groot hok met hangmatjes. Gewoon leuke indeling. Ratten zijn gek van speelgoed. Het zijn gewoon eigenlijk net dierlijke kinderen, zeg ik altijd maar een beetje. Dus dat een mooi hok. Ook leuk dat ze er buiten ook gewoon hun gang kunnen gaan. Dat ze veel uit hun hok gehaald worden. Want ja, zoals ik al eerder zei, het zijn echt gezelschapsdieren. Ja. Dus inderdaad, gewoon veel in handen is gewoon heel belangrijk. En wat eten ze eigenlijk? Geen vlees. Je hebt speciale rattenvoedingen. Er zit gewoon alles in wat ze nodig hebben. Daarbuitenom kan je eigenlijk heel veel voeren. Je kan ze pasta's geven, rijst, aardappel, een heleboel groentes en fruit mogen ze. Een heleboel noten mogen ze. Leuk. Dus het zijn eigenlijk een beetje, ze kan eigenlijk alles eten. Ze mogen kip, ze mogen rund, ze mogen heel veel. Oh, toch ook wel, ja, kip en rund. Hey, en Marleen, het is niet als hamsters dat je dan, of wat zijn het, cavia's juist, dat ze dan 's nachts je wakker houden en overdag alleen maar liggen te slapen? Het zijn wel echt schemerdieren. Ze komen inderdaad vooral 's avonds wel het meest tot leven. Ja. Maar bij ratten is het wel fijn dat je ervoor kan kiezen hun ritme een beetje om te draaien. Dat je er bewust voor kiest overdag wat wakker te houden. Ja. En dat ze dan 's nachts slapen. Gelukkig zijn ratten daar wel gewoon flexibel in. Oké, want daarom ben je ook in donker gaan zitten, denk ik. Ja, het is hier niet heel licht. Nee. Ik moet volgende keer een zaklamp mijn gezicht in laten schijnen. Ja, nou, als de mensen het wat lijkt om twee leuke ratjes in huis te hebben, even contact met jullie opnemen. Hè. Hoe kan dat? Heel graag. Dat kan door langs te komen op de Groene Kadeweg 24. Of te bellen naar 0900 2020 330. Dankjewel. Marleen van Andel en tot volgende week.
Hoorde ik dat nou goed? Een ratje in een hangmatje? Een ratje in een hangmatje. Ja, ik heb nog zelfs geen hangmat thuis. Nou, dan kun jij ze nemen. Ja. Vind je dat leuk? Zijn het leuk? Nee, ik heb helemaal geen tijd voor. Je bent de hele dag alleen. Je bent ook al nu met deze twee ratjes in de studio. Ja. Dus, is al genoeg. Heb je handen vol aan. Ik heb wat lekkers voor je te eten. Dat de korreltjes. Ja. Dat is slecht hoor.